Ja, en u kijkt nog steeds naar cultuur en actie. En toen ik hieraan begon, dacht ik, oh jongens, 4 uur lang, maar het vliegt voorbij. En ik heb gelukkig alleen maar hele positieve en energieke mensen die graag willen werken en allerlei alternatieven verzinnen voor de nadigheid, zeg maar, die nu aan de hand is. En inmiddels bij mij aan tafel Mariette Hehakaya. Ja, spreek dat goed uit? Ja, goed. Jij bent componist, je bent eigenaar van een pianoschool, leraar op de Apeldoornse popschool. Maar wat ik vooral heel bijzonder vind, jij werkt met mensen met dementie. Ja, inderdaad. En daar combineer je met muziek. Ja, ik heb eigenlijk een heel mooi talent. Ik heb synesthesie. En dat is dat je kleuren hoort en dat je zeg maar om mensen heen ook kleuren ziet. En je kan frequenties zien naar mensen toe. Ja. Je kan het ook uitschakelen. En als, het mooie is dat ik die mensen kan benaderen. En dan vraag ik bijvoorbeeld op een van die in dit huis zei ik, ken je Beethoven? En die mevrouw knikt, nee, ik ken het niet. Ken je Fiorise? Nooit van gehoord. En dan ga je dat spelen. En dan komt dat zit het op de. En dan zie je iemand helemaal weer terugkomen waar ze toen gelukkig waren. En dat is eigenlijk het allermooiste van muziek. Maar even een stapje terug. Je zei, ik heb synesthesie. Ja, ja. Ik heb er nog nooit van gehoord. Oh, Debussy heeft het ook. Dat betekent dat je kleuren hoort. Je hoort kleuren? Ja. Om mensen heen? Ja, ook. Ik kan van alles zien. Ja. En, maar is dat iets paranormaals? Nee, het is gewoon een afwijking. Oh, echt? Nee hoor, het is eigenlijk een talent. Ik wist niet dat het was, maar ik dacht altijd, ik zie van alles en nog wat. Maar. En zeggen die kleuren iets over mensen? Ja, ook, maar dat zou dan ouder zijn, maar dat is het niet. Hè? Ik ga heel onbeleefd, ik ga jou even onderbreken, want sowieso zit dit niet goed. En ik ga toch weer in een live-uitzending vragen, jongens, mag het alsjeblieft stil daarachter? Want ik wil dit hartstikke graag doen, maar ik wil wel de mensen kunnen horen als het niet erg is. Ga verder, jij. Praat ik wat te zacht? Nee, jij niet. Die mensen praten te hard. Oh. Je praat heel goed. Nee, het gaat heel goed. Ja. Maar synesthesie, wat zie je bij mij nu bijvoorbeeld ook kleuren? Nee, heb ik niet. Ik kijk daar nu niet naar. Oh, je kijkt daar nu niet naar. Nee, maar dat rood en dat hoort ja, de hele tijd. Dat zie ik de hele tijd, ja. Maar goed, dan werk je dus samen met die mensen. En merk je dan dat er in het moment iets gebeurt met die mensen? Of dat ze ook, hoe langer ze met jou werken, ook een soort herkenning krijgen of een soort verandering in hun patroon? Ja, weet je wat het is? Als ik dan ga spelen, dan kan ik dus op die frequentie beginnen. Bijvoorbeeld, ik noem het D-mineur, zit eigenlijk is de harte frequentie. Ja. En dan ga ik spelen en zie je die mensen dus gewoon eigenlijk, dat ik ze met als een magneet, dat ze naar mij toe komen. Dan willen ze naar mij toe komen. En dan horen ze die muziek en dan willen ze ook bijvoorbeeld aan de piano komen of aan mij komen eigenlijk. En daarom mag het ook niet in deze tijd. Nee. Maar doordat je neemt ze in de wereld mee waar ze dus niet die beperkingen hebben. Nee, want je zegt nu, het mag niet in deze tijd. Wat merk je nu, wat is het grootste effect van die coronacrisis op jouw werk? Nou, dat ik niet dat welbevinden voor mensen. Ik ben heel erg, wil graag dat mensen het heel erg goed hebben. Ja. En als ik dan piano speel, zie ik mensen blij worden. En dat kan ik dus niet doen, omdat ik dus die contact niet heb. Ik kan wel lesgeven vanaf 2 meter, dat doe ik dan, hè, thuis of op de popschool. Maar met dementie gaan die mensen lopen naar je toe. Ja. En ook mensen met een beperking, doe ook mensen met niet aangeboren hersenletsel, laat ik piano spelen. En train ik die motoriek, hè, door toonladders en dat soort dingen en samen te spelen. En dan zit je te dichtbij. Ze zitten eigenlijk in mijn energieveld. Mm-hmm. Maar zacht te zeggen. Ja. Maar, en dan neem ik ze mee. Ze vertrouwen mij er volkomen op. En dat kan natuurlijk onmogelijk met 1,5 meter afstand. Ja, vind ik heel erg. Zou jij ervoor pleiten om, want ik even een stap terug. Ik neem aan, Jeff, het welbevinden van die mensen is belangrijk voor jou. Maar ik neem aan dat jij hier zelf ook emotioneel onder leidt. Want ik kan me voorstellen dat je hier zelf ook enorm veel energie van krijgt. Ja, onder lijdt zo erg zijn. Nou bijna ja, een nieuwe opera, ik had even niet de goede bewoording. Ja. Dus, nee, maar snap je, het doet jouw pijn. Ja, ik vind het heel erg. Nou, dat dus, bedoel ik. Dus wat Scherden en al die mensen doen natuurlijk, dat je ziet dat die muziek heel belangrijk is voor heel veel mensen. Dat je dus op dit moment roept, je moet buiten muziek gaan maken. Zo. Maar daar gaat het eigenlijk dat je die mensen meeneemt in die wereld. Ja. En niet een liedje laat zingen, maar gewoon echt meeneemt, waardoor ze dus geen beperking ervaren. Is het een beroep? Of is het iets wat jij zelf hebt ontwikkeld? Ja, ik heb het ook zelf ontwikkeld, maar tegenwoordig is het hip en is het geloof ik ook een opleiding op het conservatorium dat je. Maar het zou eigenlijk dan ook bijna een contactberoep moeten worden.
Ja, dat is het wel. Want het is niet te doen. Het is eigenlijk, jij neemt die mensen mee. Jij maakt die binding, neem die mensen mee. Ze doen het voor mij. En dan neem ik ze mee en dat ontroert me enorm. En dan wordt vuurreleasen niet wat ik kan spelen, want ik heb gewoon storm gedaan. Maar dan, het wordt eigenlijk echt... Het reis. Ja. Ja. En dat is zo mooi van muziek. En dat is ook zo mooi van het feit dat jij hier nu zit. Want ik wist dus tot nu van het bestaan van deze therapie, of hoe je het noemen wilt, van dit beroep niet af, zeg maar. Nou, ik ben zelf, als klein meisje ben ik begonnen met pianoconcertjes, dat is 12, hè, dus zo'n leuk dingetje wat piano speelt. Ja. En toen naar het conservatorium, heb ik opleiding gedaan in Amsterdam, in Keulen, in Arkerich, noem maar op. Maar, en op een gegeven moment, dan gebeuren er dingen in je leven en dan denk ik, maar ik heb ook een hele zachte kant. Ik ben niet alleen, kijk maar naar de buitenkant, ziet er leuk uit, maar je hebt ook die zachte kant in de muziek. En dat is ook het hart, hè, wat ik vind, wat nu ook heel erg is, wat er gebeurt. Net als de donut-economie. Ja. We hebben dat hart waar het over gaat, die intentie, in die muziek, in die kunst, in die cultuur. Niet die buitenkant, maar dat hart. Dat het op deze manier gewoon heel erg is, dat het eruit gesneden wordt. En dat is het maatschappelijk probleem. En ik bedoel, net als die buitenkant wordt veel belangrijker gemaakt. Terwijl eigenlijk dat hart en de liefde ervoor... Daar neem je mensen in mee. En daarom zit je hier, om dat duidelijk te maken. Ja, ik ben eigenlijk, ja. Je bent heel gepassioneerd ook. Ja, dat wel. Bijna zoals iedereen hier aan tafel. Ja, gelukkig maar. Jij gaat, heb ik me laten vertellen, een mooi stuk spelen op de piano zometeen. Ja. Maar voordat je dat doet, nog even een handtekening hierachter. Voor hoeveel mensen zet jij die handtekening? Oh ja. Nou, ik heb daarover nagedacht. Ik had het keurig. Ik heb even mijn bril genomen. Het is een mooie bril. Ja, dus dankjewel. Kijk, de kleine festivals in Zutphen heb je dan het Beethoven Festival. En dan heb je het Berkel Festival en Dave de IJs Festival. Als je kijkt hoeveel mensen daar de dupe van zijn, dat het opgeschoven moet worden. Maar dan heb ik het niet over het publiek, hè, voor de duidelijkheid. Nee, dan heb ik het alleen over de kunstenaars. Hè? Ja, precies. Alles, oké. Okay. Dus dat zijn er een hele hoop. Laten we dat schatten. 50, dan is het misschien heel krap. Dan, ik ben Molux, dus al die passen maanden, zo al die leuke bandjes op spelen met die... Dat gaat ook allemaal niet door. En dat heerlijke eten. En dat eten, ja, precies. Dus dan hebben we ook nog een hele hoop. Dan is mijn dochter, die werkt bij de Bali. Oh nou, ja. En dat is natuurlijk ook een hele... Dat ligt ook heel erg... Dat ligt ook allemaal plat, ja. Ja, dat is ook wat, hè. En even kijken, wat hebben we nog meer? Nou, en die huizen, Musica Dementia, wat ik dan doe eigenlijk. Daar kan je dus niet spelen. En daar zijn de mensen die in die huizen zitten... Vind ik wel dat ze dupe zijn. Er zijn ook heel veel mensen zijn overleden, hè? Door die corona. Dus, hè? Dus, maar ja, goed. Ja, maar dat zijn natuurlijk niet de mensen die in de sector werken, zeg maar. Nee, dat zijn dat is het niet. Maar ik, wel zijn de mensen die verzorgende natuurlijk doen. En sommige mensen die natuurlijk accordeon en dalkelly spelen. Natuurlijk, ja. Hè? Dus als je kijkt hoeveel mensen... Nou, ik heb het even opgeteld. Even kijken hoor. Nou... Ik kom op 51, maar misschien... Of veel meer, 50, hè, die kleine festivals. Okay. Die passen malen, denk ik ook allemaal. Er zijn verschillende dingetjes allemaal. 50 ook, denk ik. Nou, tentoonstellingen van vrienden die allemaal niet doorgaan, kunstenaars. Ja. Dan heb je de Bali natuurlijk, 30 mensen die daar ook allemaal werken. Daar moet dupe van zijn. Dus dat is 105. Hoeveel vrienden van die kunstenaars zijn? Nou, laten we er maar 10 houden. Dat ook 10, dus 140. Veel meer. Ja, heel veel. Nou, dan ga jij een handtekening neerzetten van 140 mensen. Die tellen we op bij de 190.590 hebben we er al. Oh, dus, ik moet er nog 10 bij misschien. Wat zeg je? Als ik er nog 10 bij moet, krijg ik mooi rondgetal. Ja, maar we gaan natuurlijk niet zomaar 10 zomaar uit de lucht grijpen. Dus als je nou straks met voor 10 man een lekker buffet aankomt, Molux, dan doen we er 10 bij. Maar vooralsnog gaan we de handtekening en dan achter de vleugel. Ja hoor, geef maar hier.
Dankjewel.